misschien wel weten, hou ik van makkelijke en snelle en simpele kapsels. Maar vind ik het ook leuk als het er gewoon mooi uitziet. Nou, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dit kapsel kunt maken. En het is echt super simpel, maar het ziet er gewoon net wel even wat leuker uit dan gewoon een simpele, gewone staart. André Lon heeft 2 nieuwe producten uitgebracht als onderdeel van de Pink Collectie. En dat zijn deze 2. Als eerste de Make It Shine Oil Spray. En deze spray je over je handdoek droge haar. En die zorgt ervoor dat je haar heel erg mooi gaat glanzen. En dat het meteen beschermt tegen de hitte. Het andere product is de Make It Shine Crème. En deze zorgt er juist weer voor dat de puntjes mooi zacht en glad en glanzend worden. En ook deze heeft een heat protector. Ideaal! Zeker als je daarna nog met een föhn of een krul of een stelting in de weer gaat, is je haar gewoon meteen goed beschermd. Voor deze tutorial ga ik de spray gebruiken. Kijk snel mee en dan ga ik jullie laten zien hoe je dit kapsel kunt namaken. Op mijn handdoek droge haar gebruik ik de Make It Shine Oil Spray. En deze ga ik door mijn hele haar sprayen, dus goed over de lengtes, goed in de laagjes, dat het overal goed verdeeld zit. Daarna borstel ik mijn haar nog even door, zodat alle klitten eruit zijn en dat alles goed door het haar verdeeld wordt. Ik heb in de tussentijd alvast mijn make-up gedaan en ik ga nu verder met het föhnen van mijn haar. Zoals je kunt zien hou ik de föhn naar beneden en dat doe ik zodat mijn haar extra mooi glanzend wordt. Daarna pak ik nog even een grote borstel en daarmee föhn ik nog eventjes de laatste laagjes. En dit zorgt gewoon voor dat mijn haar net wat mooier valt. Als ik dat heb gedaan borstel ik mijn haar nog eventjes door en je kunt hier al zien hoe mooi het glanst. Oh, ik hou daarvan. Het voelt ook meteen helemaal lekker aan. Ik pak nu een pluk en dat is ongeveer ja, waar je normaal een beetje een kuif zou maken. Het hangt een beetje van de dikte van je haar af hoeveel je nodig hebt. Ik doe ongeveer 1/3 van ja, het bovenste gedeelte. Vervolgens pak ik een toupeerkam en daarmee ga ik de achterkant alvast een beetje touperen. Een beetje de zijkanten erbij vergeet die ook niet. En daarna laat ik het laagje los en pak ik het volgende deel en dat ga ik vervolgens weer touperen. En zo werk ik eigenlijk de hele kuif door. Ik doe het haar nu naar voren en pak nog een extra pluk aan de achterkant, want ik wil nog iets meer erbij hebben en ook dat ga ik touperen. Daarna haal ik alles naar achteren en ga ik de bovenkant netjes maken met de toupeerborstel. Daarna pak ik de hele kuif bij elkaar aan de achterkant en draai ik de achterste pluk een beetje rond. En vervolgens zet ik die vast met een schuifspeldje op de achterkant van mijn hoofd. Vervolgens pak ik een bananenclip, die kun je gewoon kopen bij de drogist. En ik pak al mijn haar bij elkaar zoals ik zou doen als ik een staart zou maken. Vervolgens zet ik de clip erin met de tandjes tegen mijn hoofdhaan. En wat ik nog eventjes doe is dat ik het haar goed over de clip verdeel, zodat door de hele clip evenveel haar zit. Daarna pak ik nog even een borsteltje en daarmee voeg ik het geheel een beetje samen, zodat alles mooi in elkaar overloopt. Nog een beetje aan de kuif trekken en dan zit het helemaal netjes. Als finishing touch gebruik ik nog een beetje extra van de Make It Shine Oil Spray. En dat zorgt ervoor dat het echt fantastisch gaat glanzen. Doe ook nog een beetje in de staart en dan ziet het er allemaal super mooi uit. Nou, en dan is dit het eindresultaat. Ik vind dit altijd zo'n leuk kapsel om te dragen. Het hangt een beetje van mijn bui af. Soms als ik super glamorous wil zijn, doe ik er een knalrode lipstick bij. Enorme winged eyeliner. Nou, en dan ben je klaar voor een feestje. En soms als het een gewone dag is, dan vind ik het gewoon leuk om net even wat meer te hebben dan een simpele gewone staart. En je bent eigenlijk binnen 5 minuten klaar. Het is super easy. Ik hoop dat ik jullie met deze tutorial een beetje heb kunnen inspireren. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Idioot veel. Serieus, ik heb nog nooit zo'n grote opgemaakt video gehad. Dit is gewoon opgemaakt de extra large edition. Laat ik snel beginnen.